Wanneer iemand niet meer in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen, kan hij onder bewind worden gesteld. Stichting Veritas Vertegenwoordiging wil duidelijk maken dat bewindvoering geen gevangenis is voor mensen, maar juist een bevrijding, waardoor zij eraan kunnen werken om weer sterk in het leven te staan. Hoe zij te werk gaan, zal Peter Hoornweg ons vandaag vertellen. De bewindvoerder neemt de financiën van zijn klanten over. Hij ontvangt de post die bij de financiën hoort. Het beheer van het vermogen zit onder de bewindvoerder. Wanneer er schulden zijn, zorgen we dat schulden opgelost worden. En wanneer iemand van zelfstandig wonen naar een instelling verhuist, dan zorgen we dat de huur opgezegd wordt en alles afgewikkeld wordt. Bewindvoering is geschikt voor twee groepen mensen. Ik denk de helft van de groep bestaat uit mensen die het zelf niet kunnen. Om wat voor reden dan ook. Dementie, ziektebeeld, noem het allemaal maar op. En de andere helft bestaat uit mensen die zo zwaar in de schulden zitten dat ze ondanks hulp van de gemeente er niet meer uitkomen. Nou, standaard begint een traject met een aanmelding. Onze intaker neemt dan contact op en gaat zorgen dat er een verzoekschrift naar de rechtbank gaat. De kantonrechter spreekt dan uiteindelijk bewindvoering uit. Dan begint eigenlijk pas het echte werk. We gaan een beheerrekening aanvragen. We gaan het inkomen en de belastingdienst aanschrijven met het verzoek alles naar de nieuwe beheerrekening over te maken. We schrijven de uitgaven aan, we schrijven de schulden aan en verder alles waar een euro op staat, dat schrijven we aan met het verzoek om voortaan alles naar ons te sturen. Ik denk dat het taboe is om het feit dat mensen bang zijn. Omdat ze bang zijn voor het stukje dat ze het niet meer zelf in de handen hebben en dat het allemaal wordt overgenomen. Dat ze het niet zelf kunnen. Ze daardoor bang zijn om het niet te doen of zo. Ik vind het dossier van Kelly eigenlijk ideaal. Kelly is niet gedwongen onder bewind. Kelly is vrijwillig onder bewind. Zij heeft het zelf aangevraagd, dus ze weet wat er aan de hand is. Maar ze weet ook wat ze nodig heeft, dus ze heeft hulp nodig. Omdat ze dat weet en ze weet wat er nodig is, is het contact heel goed. En het is ook wel fijn dat we gewoon normaal contact met elkaar kunnen hebben. Ze wordt niet boos, ze weet wat er aan de hand is. Dus ik vind het dossier van Kelly ideaal. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik mensen wil helpen. En ik ben van mening dat je als case manager bewindvoering je heel veel mensen tegelijk kan helpen op een goede manier. En ook op een belangrijk punt in het leven. Financiën zijn belangrijk in het leven. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit werk te gaan doen.